Stram van de koude nacht strompelde ik mijn bed uit en opende de gordijnen. Buiten lag een dik pak sneeuw, maar de wind was gelukkig gaan liggen. Snel kleedde ik me aan, drukte een washandje tegen mijn gezicht, moest rillen en poetste daarna nog mijn tanden. Klaar voor de dag. Snel liep ik de wenteltrap af, naar de warme ontbijtruimte. Harold zat al aan de tafel. Goedemorgen, Hugo. Voor het eerst tutoyeerde hij mij. Ik verwacht veel van deze dag. Ik moet je bekennen weinig geloof aan de verschijning van de engel te hechten. En dat zal ik mijn lezers ook melden. Nergens ter wereld is er ooit een dergelijke figuur verschenen. Meestal waren het echte engelen, zoals Michael en Gabriel, of bijbelse figuren, als Elia en uiteraard Maria. Ik heb ernstige twijfel. Denk eerder aan een buitenaards figuur, een alien. Niet dat het oninteressant zou zijn. Dan nog dat vreemde kruis in de grond. Dat moeten we beslist gaan bekijken en aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. Zijn woorden en de intonatie van zijn stem waren me iets te triomfantelijk. Ik probeerde tegengas te geven. Je zult vast al eens van het Razenkruis in IJzenberg gehoord hebben. Ja, nou, het zegt me wel iets, maar vertel verder. Precies op het drielandenpunt van Hongarije, Oostenrijk en Slovenië ligt IJzenberg. Hier verscheen op, 13 oktober 1955, de maagd Maria aan een eenvoudige boerenvrouw. Maria riep de mensheid op tot gebed. Een engel gutste een kruis van ongeveer 1 meter lang in de grond, achter het huis van de vrouw. Het bleek niet te vernietigen of te verwijderen en het bestaat tot op de dag van vandaag. Tijdens mijn bezoek aan IJzenberg zag ik officiële documenten van een universiteit waarin stond dat na langdurig wetenschappelijk onderzoek, waarbij zelfs de grond met schoppen omgewoeld werd en meting is gedaan naar eventuele chemicaliën, bedrog niet is aangetoond. Met andere woorden, echtheid van het kruis lijkt te zijn bewezen. Harold staarde naar buiten. En na een lange stilte zei hij plotseling... Oké, nou, we zullen zien. Maar vergeet niet dat ik door mijn vak kritisch ben geworden en een neus heb gekregen voor bedrog. Het is voor iedereen gemakkelijk een week beroemd te zijn. Maar als journalist leid je niet om de tuin. Daar kan ik je vele voorbeelden van geven. Ik geloof je, zei ik met een knipoog en dronk het laatste restje thee uit mijn kopje. Kom, neem je spullen en laten we op pad gaan. Misschien eerst maar eens kijken wat de pastoor ons kan vertellen. Twintig minuten later liepen we door de sneeuw naar de kerk. De klokken luidden. Er was klaarblijkelijk een hooggeplaatste militair overleden, want er stond een haag van saluerende kadetten op het trottoir, waar tussendoor een kist werd gedragen. De donkerbruine kist werd voorzichtig in de lijkauto geplaatst. En enkele kleine vrachtauto's werden volgeladen met lauwerkransen en bloemstukken. Enkele minuten later reed de rouwstoet en daarachter de pastoor in zijn eigen auto richting kerkhof. We besloten om intussen een kleine wandeling door het dorp te maken. Een uur later stonden we opnieuw bij de kerk en verkleumd van de kou discussieerden we over het journalistieke vak. Het leek of Harold er niet veel over wilde zeggen, want hij bleef er oppervlakkig over. Toen de pastoor eindelijk arriveerde, liep hij zonder ons te groeten naar de kerkdeur, opende deze met een grote sleutel en verdween in het isolement en de duisternis van zijn kerk. Laten we ons niet bekendmaken als onderzoekers, maar ons voordoen als toeristen die van de verschijning hebben gehoord. Toeristen, in dit seizoen weet je niks beters te verzinnen. Voorzichtig opende ik de zware deur en we slopen naar binnen. Een talmende stem doordrong plotseling het kerkgebouw. Kiela! We zagen de pastoor achter een pilaar vandaan komen en stelden ons voor als Engelse toeristen die een winterreis door Normandië en Bretagne maakten. Harold vroeg de pastoor
of hij ons iets kon zeggen over de verschijning van de engelachtige figuur aan mevrouw Gaton. Zijn vraag werd op Norse toon met een wedervraag beantwoord. Bent u katholiek? Ik antwoordde dat Harold niet tot een kerkgemeenschap behoorde, maar dat ik in ieder geval katholiek was opgevoed. Het kwam er uiteindelijk op neer dat hij niets wilde zeggen en dat we de kerk dienden te verlaten. De geestelijke begeleidde ons naar de uitgang en met een harde knal viel de deur daarna dicht. Daarmee sloot hij ons onderzoek in zijn richting af. Een bizarre tegenvaller. Wat vind jij als pater hiervan? Merkwaardig en niet representatief voor de katholieke kerk. Ik krijg het vermoeden dat er een dubieuze reden achter zijn gedrag schuilgaat. Wellicht moeten we mevrouw Gaton hierover eens benaderen. Weet jij waar ze woont? Nee, maar in het dorp zullen ze haar vast wel kennen. Het was intussen weer lichtjes gaan sneeuwen. En aangekomen bij het dorpspleintje, dat vlak bij de kerk lag, vroegen we aan een man van middelbare leeftijd of hij mevrouw Gaton kende en waar ze woont. Onze vraag werd slechts met een armzwaai in de richting van de zee beantwoord. Navraag bij een andere passant leverde een al even onvriendelijke reactie op, maar wel het adres. Rue Félix Noir, 286. Aan het eind van een slingerend pad dat een heuvel opliep, lag de woning. Van hieruit had je een fantastisch uitzicht op de zee. Op een boom die langs de weg stond, was met witte kalk een groot kruis geschilderd. Aan de zijkant van de woning lag een grote boomgaard. Ik vroeg mij af of hier het kruis te vinden zou zijn. Harold liep naar een van de vensters en keek naar binnen. Lijkt mij niet thuis te zijn. Hij liep de boomgaard in en ik volgde hem, hoewel ik me niet op mijn gemak voelde. We leken wel inbrekers. Mijn god, Harold, het kruis, hier! Kijk, bij die omgevallen boom! Harold kwam glibberend aanrennen, verloor zijn evenwicht en viel met zijn gezicht in een hoge sneeuwduin. Sorry, leren zolen. Hij veegde de sneeuw van zijn gezicht. Ondanks onze scepsis bleven we toch eerbiedig voor het zandkruis staan. Harold veegde met zijn handen de sneeuw weg, zodat het zandkruis volledig zichtbaar werd. Met een takje porde hij in het zand, waar de structuur van het kruis op vreemde wijze in geformeerd was. Hij vermengde dit met het omliggende zand en we zagen hoe het onmiddellijk, precies binnen de grenzen van het kruis, een andere structuur aannam. Het doet me denken aan een natuurkundeproef op school, waarbij een beetje ijzervijlsel op een vel papier wordt gestrooid. Wanneer je aan de onderzijde van het papier een magneet houdt, dan zie je hoe het ijzervijlsel in cirkels om de magneetpolen gaat liggen. Tja. Harold probeerde nog wat sneeuw uit de kraag van zijn jas te peuteren. Merkwaardig is het wel. Ik kan eigenlijk zo gauw niet iets bedenken hoe we dit kunnen verklaren. Ik bracht mijn hand op ongeveer 5 centimeter boven het zand en voelde een tinteling. Een prikkeling, alsof honderden kleine naaldjes in de huid staken. Ik ben een leek in de natuurkunde, maar vroeg me toch af of de tinteling iets te maken zou kunnen hebben met radioactieve straling. Kun jij je nog exact herinneren welke proeven die universiteit in IJsselberg heeft gedaan? Hij pakte zijn pijp waar nog een beetje tabak in zat, nam een pas naar achteren om uit de wind te staan en stak hem met de lucifer aan. Nee, helaas. Die zouden we moeten opvragen. Maar of dat Soelans biedt, dat weet ik niet. Het is hier anders. Haast buitenaards. Stil bleven we bij het kruis staan, ieder met zijn eigen gedachten. Alleen het nerveus klinkende pijpgegorgel en mijn door de kou klapperende kaken bevestigden elkaars aanwezigheid. Enigszins gefrustreerd merkte ik op. Het enigma van het kruis. Kom, kom, laten we de moed niet verliezen. Harold glimlachte. Hij pakte uit zijn jaszak een heel klein blikken doosje en vulde dit met een handjevol zand. Laten we een biertje opdrinken en er nog wat verder over doorbomen. Jij mag als priester toch wel bier drinken, niet? Haha, als maar een trappistenbiertje is. Ik was verbaasd over het doosje, alsof hij er al op voorbereid was. Met enige haast, bang om alsnog betrapt te worden, liepen we de weg omlaag. Harold gleed vanwege zijn leren zolen als een onhandige skier naar beneden. Onderwijl herinnerde ik me de woorden van Jezus. Zie daar, gij die zoekt te kennen, ook datgene wat overbodig is.
Wie is hij die de door u gezochte kennis kan geven? Dat ben alleen ik. Licht van licht. Bij de kruising met de weg van het dorp naar de zee aangekomen, bleek er gelukkig inmiddels gestrooid te zijn. We staken over en liepen met een stevige tred in de richting van ons hotel. Onze aandacht werd plotseling afgeleid door een groot hakenkruis dat samen met enkele nazistische teksten op de weg was geschilderd. Door de sneeuw was ons dit op de heenweg niet opgevallen. Herold streek met 2 vingers over de verf om te voelen of deze nog vers was, hetgeen niet het geval bleek te zijn. We liepen zwijgend verder richting het hotel en zagen dat op de muur van een vervallen boerenschuur in vluchtig geschreven graffiti het woord demonium, Latijn voor duivel, was gespoten. Meesters. Hé, dat zou wel zijn, Herold. Dat meen je toch niet? Je kent toch ook het privatio boni van Augustinus van Hippo, filosoof en theoloog? Het kwade, het boze, is slechts het ontbreken van het goede. Waarmee dus impliciet het kwaad geëlimineerd wordt. Er is slechts God. En dat is etymologisch gezien de wortel van het Engelse woord goed. Herold schopte een papperige hap gesmolten sneeuw voor zich uit. En licht geërgerd zei hij: Hugo, laat de etymologie er maar buiten, want daar klopt helemaal niets van. Nee? Zonder verder over het onderwerp te praten, liepen we verder. Toch wilde ik graag nog iets van hem weten. Maar wat vind jij, Herold? Wat vind jij van de situatie? Kun jij geloven dat er echt een engel is verschenen aan een boerenvrouw en haar op de eindtijd wijst? Nou, dit buitenaardse wezen spreekt over getallen en Fatima. En juist dat vind ik belangrijk. Het is het enige dat voor mij telt. Ik was verrast en verbaasd tegelijk. Hij had gelijk. We gingen voorbij aan de boodschap zelf. Ik wilde hierover meer duidelijkheid en vroeg door. En je gelooft dus niet in de feiten zelf? De verschijning van de engel, de vreemde lichten en het zandkruis. Ja, wat heet geloven? Ik heb misschien meer moeite dan jij om bedrog of schizofrenie van de rode karton uit te sluiten. Maar het lijkt me de tijd waard om de woorden van deze buitenaardse figuur aan een interpretatie te onderwerpen. Kan ik je daar een lekkere warme bak koffie bij aanbieden? Toch niet bij die chagrijnige knagende notoyer. Ik ga overigens liever voor een biertje. We laten het op mijn kamer bezorgen. Ik heb een laptop bij me. En ik zag dat het hotel wifi is. Verbonden met de wereld konden we vast antwoorden op onze vragen. Met grote passen liepen we naar het hotel. De deur van de entree zat op slot. En Harold bonsde luid op het houten. Ik keek door het raam van het restaurant en zag de hotelier uit de keuken komen. Hij opende de deur, bekeek meewarig onze natte jassen en liep sloffend naar de toog. Ik bestelde een kannetje koffie, 4 flesjes bier en 2 sandwiches, waarna we even later met 2 dienbladen de wenteltrap naar mijn kamer opliepen. De kamerdeur stond wijd open en op het tafeltje naast het bed lag een zak drop opengescheurd. Blijkbaar had het kamermeisje de verleiding niet kunnen weerstaan om ervan te proeven. Nou ja, het was dan ook geen 4-sterrenhotel. We gingen zitten. Harold opende zijn flesje bier en ik schonk wat koffie in. Wat kun je me nu concreet verklaren omtrent het wonder van Fatima in 1917? Verklaren of wil je de feiten? Nou, begin maar met de feiten. Die ken je en het gaat vooral om getallen. Precies zoals de engelen tegen mevrouw Gaton heeft gezegd. Nou, ik ben in Portugal geweest, in Fatima, en ik heb er geen getal gezien of ontdekt. Dit verbaasde me, want zelfs een leek die zich er een beetje in zou verdiepen, kon geen moeite hebben om er het getal 13 uit te distilleren. Er ontstond plotseling een twijfel in mij of hij echt journalist was. Was Harold wel de man voor wie hij zich uitgaf? Nou? Hij kneep zijn ogen toe en keek mij vragend aan. Oké. In een notendop dan. Je bent er dus geweest. Tegenwoordig is het daar een beetje een poppenkast, maar in 1917 was Fatima een klein dorpje in het binnenland van Portugal. Een gebied met woeste gronden en grote armoede. 3 kleine kinderen, Lucia, Jacinta en Francisco, kregen in de periode van mei tot en met oktober van dat jaar, telkens op de 13e van de maand, een visioen van de maagd Maria. Dit gebeurde even buiten Fatima.
bij een boom op een groot veld. Maria riep de kinderen op om boete te doen voor de zonde. Maar gaf ze ook een aantal visioenen en geheimen. Waarvan, zoals je weet, het zogenaamde derde geheim het meest enigmatisch is. Juist omdat het nooit is geopenbaard. Het zou te verschrikkelijk zijn. Op 13 oktober 1917 heeft zich in Fatima een groot zonnewonder voorgedaan. Waarbij 70.000 getuigen zijn geweest. Ja, wat zou ik je nog meer erover moeten zeggen? Je kent het verhaal. Ja, en noem je dat getallen? De intonatie en zijn minachtende gezichtsuitdrukkingen sloegen voor mij een wieg in onze samenwerking. Ik begreep ook niet helemaal waarom hij zo reageerde. Ja, Harold. Wanneer je een onderzoek naar Fatima hebt gedaan, dan moet je toch geweten hebben dat bijna alle verschijningen van Maria aan de kinderen, inclusief die van het zonnewonder, hebben plaatsgevonden op de 13e van de maand. Het getal dat met Fatima samenhangt is 13. Ja, knappe jongen. Dacht je dat ik daar niet van op de hoogte was? Maar is 13 werkelijk een van de getallen waar de engel naar verwijst? Ken jij alle facetten van Fatima, Patertje? Ik had hem kennelijk gekwetst. En wist niet precies hoe ik ons gesprek weer op de rails moest krijgen. Bleef even stil. En we hoorden een gestommel in het trappenhuis. De hotelier sloeg daarbij hard en langdurig met zijn vuisten tegen de lambrisering. Het was mijn baas. Waarschijnlijk zien we elkaar nog wel tijdens het eten. Hij liep met grote passen naar de deur en sloeg deze, misschien ongewild, maar veelzeggend, met een harde klap achter zich dicht. Met een gevoel van grote verbazing waarom ze hem niet gewoon zijn smartphone belden, bleef ik achter op de koude kamer. Nog geen uur later kwam Harold gehaast de trap oprennen om afscheid te nemen. Ik moet voor een belangrijke bespreking in Londen zijn en daarnaast zal ik voor de komende weekendeditie mijn mijn artikel klaar moeten hebben. We spraken af om elkaar nog eens te mailen omtrent de vorderingen in ons onderzoek. Loze woorden leken me. Ik gaf hem een hand en wenste hem een goede reis. Even later hoorde ik de taxi die was komen voorrijden. Ik liep naar het vensterraam van mijn kamer en zag Harold in de wagen plaatsnemen. De chauffeur gaf gas en met een lange sliert witte waterdamp uit de uitlaat verdween de auto uit mijn zicht. Ik vond het toch een beetje vreemd allemaal. Wat had hij nu precies onderzocht hier, samen met mij? Daar kon je toch geen artikel over schrijven? We hadden met niemand kunnen spreken en alleen de vondst van het mysterieuze zandkruis zou, als ik hem was, zonder verder onderzoek geen reden zijn om er veel over uit te wijden aan de lezers van zijn krant. Ik vond het ook niet echt jammer dat hij er nu niet meer was, want in mijn eentje zou ik gemakkelijker contact kunnen leggen met mevrouw Gaton, of zelfs de pastoor van de kerk. Ik ging op de rand van het bed zitten, toen mijn telefoon plotseling ging. Het bleek slecht nieuws te zijn. Een frater van het seminarie belde mij met de mededeling dat mijn moeder onverwachts was overleden. Een hartaanval, dachten de artsen. Ik besloot onmiddellijk mijn koffers te pakken en naar Nederland te reizen. De kamerdeur klikte zachtjes dicht bij het afsluiten. Ik liep door de gang en zag in een donker hoekje tegenover de trap die naar de kamer van Harold leidde, een kleine, zwarte koffer die veel gelijkenis vertoonde met zijn koffer. Ik keek om me heen of er niemand kwam en constateerde dat deze inderdaad van Harold Arcik bleek te zijn. In de haast waarmee hij vertrok was hij hem vergeten. Ik besloot het ding mee naar Nederland te nemen en het dan per pakketdienst naar de Daily Newspot in Londen te zenden. Ik betaalde mijn rekening, liep naar de garage, startte de auto en reed verdrietig richting Nederland. Thank you.